ik wens u heel veel plezier vandaag met deze markt, met deze open dag. Heel veel klandizie, hopelijk nieuwe mensen erbij voor al die activiteiten die er zijn. Ik loop zelf ook graag even rond om het allemaal te bekijken. En dan hoop ik dat de KBO op basis ook van deze open dag weer een heel goed jaar tegemoet gaat. Dank u wel. Dank u wel, burgemeester. Ricky, jij bent coördinator van een soort kunstgeschiedenis, kunstbeschouwingscursus van Wat een Kunst? Ja, een beetje ja, kunstbeschouwen. Niet echt kunstgeschiedenis, kunstbeschouwen. Dat houdt dus in dat wij 4 middagen onder leiding van Jacques Heren uit Goorlen gaan we dus hoofdzakelijk schilderkunst bekijken. En dan schilderkunst, van, heeft je op papiertjes bij zich, foto's. En dan ga je in groepjes van 2 ga je zo'n schilderij bekijken en dan... Ja, wat vind jij ervan? Hoe is een schilderij opgebouwd? Hoe is de lichtinval? En wat zou de schilder daarmee bedoeld hebben? Niet echt met allerlei materialen of zo, maar we gaan het globaal bekijken. Daarbij gaan we ook gedichten lezen, verhalen. En de gedichten lezen, dat is ook wel heel leuk om te doen. Want vaak is van, een gedicht lezen, die vind je wel of niet leuk. Maar als je daar wat dieper op ingaat en probeert te achterhalen wat de schrijver daarmee bedoeld zou kunnen hebben. Of wat jij erin ziet. Kan helemaal totaal anders zijn dan dat de schrijver daar bedoeld heeft. Dus dat is voor iedereen persoonlijk. Dus gewoon iets meer, met iets meer interesse of diepgang naar een schilderij, een gedicht lezen of een verhalenbundel. Ik begreep dat jullie ook iets met muziek doen. Ja, klopt, inderdaad, met muziek. Net vorig jaar hebben we de Matthäus Passion nog gehad. Voor velen van ons totaal nieuw. Wel heel veel van gehoord, maar dat je zegt van, we houden het nou echt in. Ja, was echt heel erg mooi. Nou, we hebben het een beetje over de inhoud gesproken van de cursussen, of bijeenkomsten kan ik misschien beter zeggen. Even praktisch, wanneer zijn die bijeenkomsten en hoeveel mensen kunnen daarbij aansluiten? Wij beginnen aanstaande dinsdag. En dan gaat het hoofdzakelijk over de kerkelijke kunstschatten. En die cursus, de aantallen mogen eigenlijk niet groter zijn dan 18 personen. Maar we starten nu met 20, dus er is veel belangstelling voor. En er worden schilderwerken uit verschillende kerken in de omgeving worden besproken. Ook beelden die daarin staan. Dus ja, het is totaal nieuw, ook voor mij. Mensen die nog alsnog willen aansluiten, is die mogelijkheid er nog? Nee, op dit moment niet. Ik heb het nog even gevraagd aan Jacques Heren, maar dit is voldoende. Ik heb wel papieren bij me waar mensen die geïnteresseerd zijn, die kunnen zich melden. En dan kunnen we zien of we een nieuwe cursus kunnen laten volgen. Dus toch gewoon opgeven als er interesse in is? Ja, zeker. Ja, zeker. Hey, veel succes ermee. Ja, Oké, dankjewel. Calligrafie. En kun je heel even in het kort vertellen, wat houdt dat precies in, calligrafie? Calligrafie betekent feitelijk... een mooi schrijven, wat al, zal ik maar zeggen, door de eeuwen heen in verschillende stijlen is gekomen. En wij proberen dat aan de leerlingen over te brengen. We hebben momenteel 2 cursussen, 1 op de donderdagochtend en 1 op de vrijdagochtend. Op de donderdagochtend schrijven we met de vulpen en op de vrijdagochtend doen ze het met de gewone pennen, zoals vroeger de kroontjespen. Maar dan ook in verschillende punten door je. Zijn die kroontjespennen nog steeds te koop, ja? Zijn nog steeds goedkoop, zelfs hier in Oosterwijk bij de boekhandel. Dus daar kun je altijd nog terecht om daar alles te kopen van wat je nodig hebt voor kalligraferen. En, uit hoeveel cursisten bestaat zo'n bijeenkomst, zo'n cursus? Hoeveel mensen? Ja, momenteel zitten we feitelijk een beetje krap. We hebben 7 mensen op de donderdag. En 5 op de vrijdag. Maar ik begrijp dat er nog ruimte is voor mensen die interesse hebben in calligrafie. En daar hebben wij ook hier nieuwe formulieren voor liggen. Dus als mensen interesse hebben, dan kunnen ze het invullen. En dan zijn ze van harte welkom. Ik wens u heel veel succes met uw cursus. Ik zit hier bij Jo van Elderen, bij de tafel van handvaardigheid heb ik begrepen. Vertel eens iets over de inhoud van de cursus. Wat doen jullie er zoal? Ja, wij doen op het ogenblik het meeste van die kaarten maken. Ofwel met borduren, met 3D. Wanneer komen jullie met de cursus bij elkaar? Op welke dag? Op dinsdagmorgen, tussen 9 en 11:30.
Is er nog ruimte voor mensen die nog interesse hebben in die handvaardigheid? Ja, 1 of 2 kunnen er nog bij, maar veel meer niet. Nou, heel klein beetje reclame gemaakt dan. Hey, ik wens jullie heel veel succes. Ik heb hier Maria van der Sande voor me. Maria, jij bent de contactpersoon van het boetseren. Kun jij in het kort vertellen, wat houdt dat boetseren precies in? Nou, wij zijn een heel gezellige club die iedere vrijdagmorgen bij elkaar komt. En als hobby natuurlijk boetseren. We beginnen ieder uit vrije wil, wat je wil maken via een plaat, een foto of gewoon een idee. En ja, het is gewoon, dit is het resultaat. Maar ik heb begrepen, er kunnen best wel mensen nog bij, denk ik. Jawel, er kunnen er altijd bij, want er is soms wel eens een wisseling. Niet vaak, moet ik zeggen, maar er kunnen altijd nog mensen bij. Ja, ik heb hier voor me Jan Geerts, de voorzitter, de trotse voorzitter, mag ik wel zeggen, van de KBO Moerestel. Jan, misschien overbodig, maar geef toch eens een beeld van de KBO. Wat is dat voor een soort vereniging? De KBO is een vereniging voor senioren. En dan moet je denken aan mensen die 50 plus zijn, tot zo oud als, hè. De KBO die heeft eigenlijk 2 poten. Het ene is belangenbehartiging van mensen. En dan bedoelen we dat mensen terecht kunnen bij ons met hun vragen over wonen, welzijn, zorg. Ja, alles. En daarnaast hebben we een heleboel activiteiten voor senioren. En die activiteiten die zijn in de eerste plaats bedoeld voor het sociale contact. Om samen iets te doen. Maar we proberen dan toch om het een beetje op niveau te doen. Dus niet zomaar bij elkaar zitten, maar het ook wat inhoud te geven. Er is bijvoorbeeld een docent bij de schilderclub, bij boetseren. En zo zijn er een heleboel activiteiten die wat begeleiding krijgen om gezellig, maar ook een beetje op niveau te werken. Nou zijn die activiteiten die je net noemde vrij concreet. Maar als je nou zegt van wij behartigen ook de oudere mensen wat betreft welzijn en wonen en zo, dat is wat moeilijker. Kun je daar iets verder op ingaan? Ja, we hebben daarvoor een paar mensen die een speciale opleiding hebben genoten die gecertificeerd zijn. Dat noemen we de oudere adviseurs. En die oudere adviseurs, een van de dingen is, zit er nou aan te komen, het belastingformulier invullen. Dus mensen die aan bepaalde voorwaarden voldoen wat inkomen betreft, kunnen gratis hun belastingaangifte via de KBO laten doen. En er wordt veel gebruik van gemaakt. Maar er zijn bijvoorbeeld ook mensen die zeggen, ja, ik zit hier in mijn huis, ik heb problemen, mijn gezondheid laat het niet meer toe om eigenlijk hier langer te wonen. Hoe kom ik nou in het verzorgingshuis of waar dan ook? En dan adviseren wij ze, omdat de regelgeving tegenwoordig best ingewikkeld is, op welke manier ze dat het beste aan kunnen pakken. Het besluit ligt altijd bij de mensen zelf, maar wij begeleiden ze voor zover als het nodig is. Wijzen de weg naar het zorgloket, naar de gemeente, vullen eventueel formulieren mee in. Dus we verlenen die hulp die ze eigenlijk willen hebben. Hoeveel leden hebben jullie ongeveer, Jan? De KBO die heeft ongeveer 750 leden en daar zijn er een heleboel. Maar er zijn ook veel meer senioren in Moergestel. Er zit nog wel 40% die niet lid zijn. En er zijn vooral de jongere senioren, want die vinden hun weg nog wel een poosje, denk ik. Vandaar misschien ook de open dag van vandaag? Ja, deze open dag die bedoelen we mede ook om te laten zien dat ook jongere senioren terecht kunnen. Ik sta zelf bij de stand van de computers en ik merk tot nu toe dat er diverse jongere senioren zijn die zeggen, god, dat wist ik eigenlijk helemaal niet, terwijl we toch wel aan de weg timmeren. Maar nou kunnen ze concreet zien wat we te bieden hebben. En er zijn er nogal wat die zeggen van, ja, ik vind het eigenlijk toch ook wel leuk en dan kan ik eens e-mailen met mijn kleinkinderen en zo. Dus het levert hopelijk wel wat op. Dat zijn allemaal hele positieve berichten. Wat minder prettig zijn is het hoofdstukje subsidie, geloof ik, hè? Ja, als je kijkt, ik ben nu een jaar voorzitter, maar toen ik bestuurslid werd van de KBO in 2007, dat was de overgang van de Rozendries naar de Boogaard. Het is natuurlijk een prachtig gebouw hier. Maar we werden al vrij snel binnen 2 jaar geconfronteerd met de kosten die dit met zich meebrengt, ja, gezien de economische situatie. Dus vanaf 2010, dit jaar, betalen we maatschappelijke huur en wordt de subsidie voor activiteiten een stuk minder. We zijn nu zover in overleg met de gemeente dat we gisteren bericht hebben gehad dat we toch nog een deelsubsidie krijgen. Voor 2010 redden we het wel. Maar als je het Brabants Dagblad van afgelopen zaterdag gelezen hebt, dan staat erin dat de complete subsidie aan senioren wellicht wel op de helling staat. En dan zullen we
weer een nieuwe slag moeten maken om te kijken hoe wij de KBO overeind houden met ja, de kosten waarmee we geconfronteerd gaan worden. Maar ja, gezien het enthousiasme en de drukte hier vandaag, moet het toch eigenlijk toch wel gaan lukken, denk ik, ondanks alle zorgen die er rond die subsidies en dwarrelen. Ja, vorig jaar leek het ook allemaal heel erg en toen hebben we gezegd, nou, er zijn een aantal kostensoorten. Je zit met de huur, maar je zit ook met de eigen bijdrage van mensen die bij ons ook echt heel laag was. We hebben als KBO zelf wat geïnvesteerd en we zijn tot een oplossing gekomen. Het zou natuurlijk verschrikkelijk zijn als wij vanwege de kosten de Bogaard zouden moeten gaan verlaten in de toekomst. Dat is onze optie ook nooit geweest. Wij willen proberen om de club hier in dit thuis van de KBO overeind te houden. En daardoor ook de Bogaard, denk ik, leefbaar te houden. Althans, bezet zoveel mogelijk. En zeker ook de ja, nieuwe activiteiten, jonge senioren. We zijn ook aan het zoeken naar nieuwe activiteiten. We denken dan met name ook in de zin van wat meer culturele dingen. Maar dat is nog een beetje toekomstmuziek, maar om daar toch wat mee te gaan doen. Ik wens jullie heel veel succes, ondanks de beetje sombere berichten. Hartelijk dank.